Ik ben Anita Schmalen. Als operationeel manager bij het Nederlands Debat Instituut weet ik als geen ander hoe ik mijn team goed kan aansturen. Hierbij maak ik ook wel eens gebruik van een van de principes van Cialdini van overtuigingskracht, namelijk die van consistentie en commitment. In deze video ga ik jou laten zien hoe jij dat ook kunt doen. Wij mensen houden van voorspelbaar gedrag. Ons leven zit vol rituelen. Denk maar eens aan hoe je elke dag op dezelfde manier je koffie drinkt. Dat hoeft niet, maar dat is gewoon fijn. Denk maar aan een situatie waarin je gezellig met iemand aan de bar een biertje aan het drinken bent. Iemand achter de bar vraagt, willen jullie er ook bitterballen bij? Omdat je denkt, oh, dat past wel in de gezellige situatie inderdaad, ben je eerder geneigd om ja te zeggen. Consistentie gaat hand in hand met het tweede onderdeel van dit principe, commitment. Om dit wat duidelijker uit te leggen, gaan we naar de politiek. Campagnemedewerkers gebruiken dit heel vaak om je van iets te overtuigen. Denk maar aan iemand die op straat loopt en je een roos geeft of een appel en daarna zegt, ook een flyertje erbij. Moeilijk om dan nee te zeggen. De dag erna kom je een poster tegen van dezelfde politieke partij met een mooie boodschap erop. De dag daarna komt er een leuke vrouw bij je aan de deur die met je in gesprek wil over wat er leeft in de buurt. Grote kans dat door het principe van consistentie en commitment je steeds positiever gaat denken over deze politieke partij en uiteindelijk dat vakje rood kleurt van de persoon die jou ooit een flyer gaf. Ik heb je nu twee voorbeelden gegeven van het principe van commitment en consistentie. Maar wat kan jij nou met dit principe? Een alledaagse kantoorsituatie. Jullie vergaderen altijd best wel lang, maar je hebt nooit het idee dat de punten die jij echt wil bespreken ook goed worden besproken. Je hebt het hier met wat collega's over gehad en er zijn meer mensen die jouw gevoel delen. Je hebt hier een idee voor. Je wil namelijk vaker vergaderen in kleinere groepjes, zodat jullie specifiek op bepaalde onderwerpen kunnen focussen. Je gaat dit nu voorstellen in een overleg en je gaat ervan uit dat de collega's die het de vorige keer met je eens waren, jou nu ook zullen steunen in jouw voorstel om vaker te vergaderen. Om er zeker van te zijn dat collega's jou ook deze keer zullen steunen, heb ik een tip. Je kunt iemand persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld, Stefan, jij gaf de vorige keer toch ook aan dat je vond dat de vergadering veel te lang duurde en dat je vond dat er weinig focus was? Vind je het ook een goed idee om vaker te overleggen, maar dan met kleinere kernteams? Stefan moet wel een hele goede reden hebben om niet met jou mee te gaan. Het lijkt anders alsof hij zichzelf tegenspreekt en dat voelt natuurlijk niet goed. Kortom, hij moet eigenlijk wel het met jou eens zijn. Dus, wil jij je team aanzetten tot actie? Maak dan gebruik van het principe van commitment en consistentie en speel in op voorspelbaar gedrag. We zijn nu aan het einde gekomen van de video. Heel leuk dat jij de video zo leuk vond dat je tot het einde bent blijven kijken. Vanuit het principe van consistentie en commitment zou ik je willen vragen om ook even een duimpje omhoog te doen. Dankjewel! Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website en naar de training Bewust Beïnvloeden.